We zijn bij Den Buf, een van de genomineerden voor de Boksterse Ondernemerstrofee. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Jullie hebben zo'n 5 jaar de tijd gehad om alles op te zetten en uit te bereiden. Hoe staat het er nu voor? Ja, eigenlijk heel goed. We zijn eigenlijk super trots. Je ziet hier al die buffels buiten lopen. De mensen die reageren als ze langs gefietst komen. Onze klantenkring is uitgebreid. We zijn genomineerd tot Boksterse onderneming. Ja, wat wil je dan nog meer, hè? Als trots zijn. Morgen is ook de uitreiking van de bot. De bot staat voor? Boksterse ondernemingstrofee. Morgen is in Bonsalon de uitreiking voor de finalisten. Blijven er 3 uiteindelijk over. Je hebt erop kunnen stemmen. Onze zoon is in maatschap gekomen sinds vorig jaar. Dat is een verandering. Onze klantenkring is uitgebreid met van Eindhoven naar Tilburg, naar Eersel. Meer bezoekers in onze winkel op vrijdag. We zijn ook op zaterdag open gegaan omdat de buffels buiten lopen. We hebben een boerderijautomaat om de mensen maar te kunnen bedienen dat ze alle dagen mozzarella kunnen kopen. Ja, en zo zijn we maar heel de tijd ook bezig. Ja, en we zijn dit jaar ook genomineerd tot agrarische ondernemer. Ja, dus al die dingen zijn er allemaal de afgelopen 5 jaar gebeurd. Er is nogal veel te doen over stikstof. Hebben jullie met betrekking tot de buffels daar ook nog extra aandacht voor? Hoe zit dat precies bij jullie? Ja, hoe zit dat precies bij ons? Natuurlijk hebben wij te maken met stikstof. Ieder agrarisch bedrijf in Nederland heeft te maken met stikstof. Niet alleen de agrarische sector trouwens. Maar wat het voordeel is van buffels op dit moment is dus een buffel. We hebben op ons bedrijf een stikstofbubbel die wij hadden van ons melkvee. Die referentie of die luchtbel met de referentie stikstof die je uitstoot mogen we blijven houden. Nu hebben we de omslag gemaakt naar waterbuffels. En dan blijkt dus gewoon dat waterbuffels 40-50%, en ik ben ervan overtuigd dat 50% is, minder eten als een melkkoe. Nou, wat er in de mond niet ingaat, komt er onder de staart ook niet uit. Dus een buffel die scheidt gewoon 40-50% minder stikstof uit als melkkoeien. Dat is behoorlijk. Ja, dat is behoorlijk. Ja. Dus ongemerkt hebben we het stikstofprobleem eigenlijk bij de bron al aangepakt. Als je overgaat op een ander soort vee in dit geval, dat ook dat kan bijdragen tot de reductie van de stikstof. Absoluut, absoluut. Zo is het kwartje geval. Het is gewoon puur toeval. Het is geen reden geweest om die omslag te maken, want dat was 5 jaar geleden totaal nog niet aan de orde. Het was natuurlijk wel, maar het was nog niet nog geen hot item. Maar nu zie je dus inderdaad dat het zo is en we die stikstof bij de bron eigenlijk aanpakken. Ja. Wat eten ze eigenlijk, Frans? Ja, dat is heel vlug en heel snel klaar. Gras. Alleen gras? Alleen gras, ja. En daar heb je hier voldoende of moet je bijvoeren? Nou, buiten hebben ze niet genoeg gras op dit moment. Deze dieren gaan ook 's morgens om 7 uur naar buiten en 's avonds om 7 uur naar binnen. Nou, en in de avonturen kunnen ze dus binnen wat gras wat wij in de zomer van het land afhalen, kunnen we binnen bijvoeren. Heeft het ook nog een toeristische waarde gekregen? Ja, ik denk wel dat wij Boksel op de kaart hebben gezet met een buff. Ja, dat ze ons weten te vinden. Hè, we zijn bij Binnenste Buiten geweest. We hebben in alle kranten gestaan, de Telegraaf. Het Brabants Dagblad. En we hangen als bezienswaardigheid in het ziekenhuis in Boksel. De toekomst, wat houdt de toekomst voor ons in? Het is eigenlijk heel simpel. Het bedrijf gewoon continueren zoals we het nu hebben. We willen absoluut niet meer dieren hebben. We willen het zo laten staan zoals het is. Alleen willen we kijken, het groeit eigenlijk uit zichzelf. Van ja, de omzet van de winkel, dat soort dingen, dat groeit. Dus daar zijn we druk mee bezig. En het bedrijf eigenlijk helemaal klaarmaken, Wendy en ik samen voor onze opvolger. Dat onze time dadelijk op een bedrijf komt wat gewoon een gezonde toekomst heeft en dat de jongen ook een toekomst heeft.